Yes guys, what's up? We hebben weer een gloednieuwe video. En als je wilt leren hoe je een savage wordt, hoe je stopt met die nice guy zijn, hoe je alpha wordt in life, vooral business-wise, dan is dit precies de video die jij nodig hebt. Ik ben zelf heel erg beta geweest, zeker in mijn leven. Dus door niet gespierd te zijn, geen geld te hebben, weinig vrouwen te hebben, et cetera. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. Ja, ik heb mezelf kunnen veranderen. En ik ben helemaal geen Andrew Tate of iets in die richting. Maar ik ga je precies vertellen vandaag hoe jij dus een ongelooflijk beest kan worden, een savage. En daarmee dus jouw doelen kan crushen en jouw beste leven kan leiden. Dus laten we er gelijk in duiken. Verhoog je testosteron, je gaat je zo veel beter voelen. Zondag vertrek ik gelukkig naar Dubai. Het moment dat ik dit opneem is donderdag. Dan ben ik weer iets meer in de zon. Zon helpt me zoveel meer, dan voel ik me zoveel stuk beter. Ik zie er nu al zo'n stuk witter uit, nu ik al 3 maanden niet meer in het buitenland ben geweest. Eieren, 3, 4 per dag. Noten ongezouten dagelijks eten. Rood vlees, 8 uur slaap, vitamine D. Ik neem het nu 2 keer per dag. Dat is voor mijn harttransplantatie, maar zelfs in het buitenland blijf ik het doornemen. In Bali, in Dubai, waar ik ook ben, Kuala Lumpur. Gym, dagelijks. Dit zijn dingen die verhogen uiteindelijk je testosteron. Als je hiermee begint, ga je een hoger testosteron krijgen. Nou, wat heb je hier nou precies aan? Dan ga je jezelf een stuk beter voelen. En als je jezelf een stuk beter voelt als man, dan kan je ook meer bereiken als man. Zo simpel is het. Zet grenzen en leer uiteindelijk nee te zeggen. Wanneer je begint met dingen, vragen mensen niet zoveel of vragen ze je helemaal niks. Toen ik begon met online ondernemen, toen heb ik het eigenlijk niemand mijn omgeving verteld totdat ik succesvol werd. Zo erg wist ik dat mijn omgeving toxic was als ik het wel had verteld. Wanneer je wat succes hebt, wil opeens iedereen je vriend zijn, wil dat iedereen opeens helpt, et cetera, wil iedereen opeens coaching van je gratis. Dat is niet hoe het werkt. Ik kom mijn dagen door nee te zeggen het meeste van de tijd. Ga uiteindelijk zorgvuldig met je tijd om, want je hebt maar 24 uur om een dag. En ook ga zorgvuldig met je rust om. Bijvoorbeeld na 9 uur doe ik gewoon niks meer qua werk in de avond. Klinkt misschien lui, maar dat is gewoon iets wat ik bewust doe. Calls voor mijn coaching business doe ik alleen op woensdag en donderdag tegenwoordig. Vroeger deed ik die maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Iedere dag van het jaar, wanneer klanten het maar nodig hadden. Maar nu heb ik het teruggedrongen tot 2 dagen. Tot 30 minuten meetings, in plaats van 1 uur, 1,5 uur meetings. De nummer 1 meest aantrekkelijke kwaliteit, je moet als eerste komen. Je moet jezelf op de eerste plek zetten. Laat los van jezelf schuldig voelen aan andere mensen en doe uiteindelijk je eigen ding. Mensen hebben altijd dingen te zeggen en altijd commentaar. En verwacht nooit een bepaald gedrag van anderen. Want jouw actie zorgt voor een reactie. Maar je weet niet wat die reactie gaat zijn. Behandel een 6 hetzelfde als een 10. Als je een 6 klant hebt, behandel die hetzelfde als een 10. Zo simpel is het. Ook voor andere dingen in life. Word de held die je vroeger bekeek. Een aantal dingen die ik vroeger vaak keek. Batman films, Harry Potter vond ik super vet. Cristiano Ronaldo als voetballer. Jack Sparrow van de Pirates of the Caribbean. Ik wilde altijd al die held zijn. Ik stelde me wel eens voor dat ik hem was. Of dat ik in een voetbalstadion was die goal maakte. Of dat ik die superheld was, et cetera. Of die bekende, of wat dan ook. Ja, dat is uiteindelijk wat je wil. Je wil sterk, moedig en succesvol zijn. En je wil een van deze mensen zijn. Maar je wil ze niet idoliseren. Want dat wil je bij niemand. Hustle harder. Je kent uiteindelijk geen gevaar. Je wordt niet moe. Je maakt alles helemaal kapot als je leert hoe je maximaal kan presteren in life. Niemand kan je stoppen, maar het kost zeker energie om een savage te kunnen worden. En het gaat over tijd. Het zijn dagelijkse habits die je bouwt, maar het is zeker waard zodra je dat ongelooflijke beest bent. Als je iets niet leuk vindt, verander het en laat jezelf horen. Ik luister altijd naar vrouwen en klanten en bullshit. Ik wilde niet gemeen zijn, dus ik luister naar vrouwen over een ex bijvoorbeeld, over naar klanten, over dingen die mij geen moer interesseren. En ik deed alsof het me iets kon schelen. Nu ben ik gewoon straight to the point. We zijn hier voor X of we zijn hier voor Y. Ik laat mensen onmiddellijk stoppen als ik iets hoor wat ik niet leuk vind. Ik zeg stop. Ik vind dat niet tof. Dat moet je niet zeggen. Daar hou ik niet van. En niet akkoord gaan met nee voor een antwoord. Zoveel mensen geven op na de eerste keer nee naar een potentiële klant. Niet savage. Hij geeft geen fuck als je nee zegt. Als je geen coaching bij me wil kopen, bijvoorbeeld, is prima. Maar ik ga niet door totdat ik ga net zo lang door totdat je ja zegt, bijvoorbeeld. Ik kom steeds terug totdat ik krijg wat ik wil. En als jou als klant en als einddoel, dat jij 10k plus per maand gegarandeerd verdient voor de rest van je leven. Dit kan dus essentieel zijn in iedere business en ook is het in mijn business. Zeker voor mijn personal brand. Als je begint en geen idee
hebt, hoe je snel inkomen kan maken, dan raad ik je dus aan om mijn coachingsprogramma te volgen. In de link van deze video vind je een Calendly link. Dan kan je een call inplannen met iemand van mijn team. En die zal je precies begeleiden en uitleggen wat we doen. Join hieronder ook de gratis Facebookgroep om meer te weten over wat wij kunnen doen. En dan ga ik je als laatste bedanken voor het kijken. Like en abonneer voor meer. En ik zie je de volgende keer. Ciao, ciao.